Gaat Piet van Kruistum zich nu vervelen? Nee. Ik heb 2 weken geleden het contract getekend met de gemeente Hoorn. Ik ga het stadhuis in Hoorn doen. En dat is een gebouw van hetzelfde architect. 5 jaar ouder als dit gebouw. Wel veel groter. Dan gaan we een stuk slopen en een stukje nieuw bouwen. En een parkeergarage bouwen. Dus voorlopig zit ik 3-4 jaar in Hoorn. En wat hebt u voor Hoorn geleerd wat hier wat beter zou kunnen? Ja, die vraag is me meegesteld. Ik denk niet dat we in Hoorn zoveel ruimte hebben dat we hetzelfde systeem kunnen maken met de overkapping als hierachter. Dus er zal een andere manier worden van energievoorziening. Maar wat we wel veel geleerd hebben hier is, het is technisch best een ingewikkeld gebouw omdat er overal spankabels in zitten. En we weten ook waar hier de asbest zat, dus dat zullen we daar ongetwijfeld ook weer tegenkomen. Die ervaring die we hier opgedaan hebben in Dronten, die neem ik mee naar Hoorn. Alhoewel, ik voor die tijd ook al eens wezen kijken in Doetinchem, want daar staat eenzelfde gebouw als dit. En de ervaring van Doetinchem die ze daar hadden, heb ik meegenomen naar Dronten en van Dronten naar Hoorn. Dus, maar goed, er zijn er maar 3, dus we kunnen niet nog een keer een stap maken.